Super dat jullie kijken naar een goed nieuwe video op mijn kanaal. Ik vraag als jullie willen abonneren en een like geven. We gaan vandaag een agent vervoeren. En ik dacht, ik ga op dit moment ga ik het niet doen, want anders was het een hele lange onderhandeling. We gaan straks weg. Dus, en hij heeft een wapen, ik ook, maar ik ben net doodgeschoten, dus ik kan met geen wapen nu. We hebben een wijkagent vervoerd. En dan moet ze wel veel omgeven. En ik heb er nooit meegemaakt, want hier, als je mijn muis ziet, hier staat een brandweer, een busje, een toeran en een ongemarkeerd en twee Audi A6 en die elektrische auto. Die elektrische auto die gaat 188 en die trekt hartstikke snel op. En hij legt, maar ik ben bang, hey, wacht even. Yuri. Want misschien is het nep geld. Misschien is het nep geld, want dan, ik mag dat niet zeggen, hè. Ik heb ook de politie dienst. Nee, het is gewoon goed, we worden rijk. Dus, ik denk nou, ik weet niet hoeveel, ik denk dat we het klaar hebben gekregen. En mijn broer die denkt, nou, je moet maar kijken. Maar ik kan niks doen, maar misschien gaat ze wel mee in de achtervolging. Dat weet ik niet. Dat kan ik nu ook niet vragen, maar dat mag niet. Misschien gaat hij mee in de achtervolging. Dat moet u weten. Ik denk dat hij in de achtervolging gaat. Dat denk ik. Maar ik weet van mijn broer, die kan hartstikke goed rijden. Die kan echt hartstikke goed rijden, maar mijn collega. Want jullie weten dat ook nog niet. Ik zit in een gang. En ik ben politie. Ik krijg weinig betaald bij de gang. Maar ze zijn hartstikke vriendelijk en we gaan soms in Discord, gaan we met elkaar praten, gaan we een winkelval plannen of we gaan een gijzeling doen. Dat lag allemaal stil omdat hij was geband, maar nu kan hij eindelijk weer. En ik dacht, ik ga gewoon vandaag vragen aan hem, zullen we een agent ontvoeren? En hij zei, dat doen we, want we hadden een, ik kan een hele verhaal wel opstellen, we hadden een stopteken van de agent. En er was nog iemand, maar die anders reed weg. En toen hadden we wapen getrokken. Toen zat ik vast in de auto. Toen moest ik respannen. Toen had ik wapen. Toen ging ik er naartoe. Was ik doodgeschoten. Toen ging ik hier weer naartoe. En toen ging al deze politieauto's gingen om me heen staan met wapens. En als ze dat, en hij zei, als u nog één keer wapen trekt, is hij dood. En toen deden ze het niet. En zoals jullie hier zien. Wacht even, ik ga even kijken wat ze doen. Wacht even. Passen wat jullie doen. Anders is de collega. Anders is de collega dood. Yuri. Alles klaar gezet. Ik weet wat ze gaan doen. Ze willen alles klaar zijn, jongens. Ze hebben alles klaar gezet voor de achtervolging. Nee, twee, go. We gaan kijken wat we gaan doen. Let op. Kijk. Kijk, heel hele politiekorps zit af vandaan.
Er zit een Audi A6 achter ons en dus gaan we even nog binnen. Kijk, daar komt al een tour aan. Dit kan niet. Jongens, ik ga wat doen. Agent. Bewusteloos. En pakt sleutels. En maakt. Hij heeft mij gelijk in de cel gedaan. Maar ik kan gewoon. Ik ga het gewoon omkopen. Jongens. Zo. Ik ga het doen voor jullie. Ik doe dit voor jullie, hè? Ik heb dit nu voor jullie gedaan. Maar anders had ze echt. Ik word het gewoon. Ik heb nu. Moet ik proberen mijn vriend te redden. Als hij er nog is. Maar het eerst ik denk, dus deze en dan rood. Ik wil niet, kijk, dat oh nee, dat glitst niet. We gaan nu even naar de messendealer, dat weet u nog niet. We gaan naar de messendealer. En ik denk dat ik dan de video afsluit. Voor vandaag. Weet nog niet zeker. Kijk, een mes jongens, kijk. Het kan ook zo doen. Kijk. Zo, en nu gaan we naar de wapenmielen. Ik denk dat ik de video voor ga afsluiten, maar ik weet nog niet zeker. Ik denk dat ik nog even naar de autodealer ga. Maar helaas jongens, zijn we gepakt. Helaas, pindakaas. Echt hartstikke jammer, maar jongens. Misschien komt er gewoon nog een video met hem. Dat wij echt gaan ontvoeren en dat we goed snappen. En jullie hebben het gezien. Ik was met de scooter weg. Toen had hij mij opeens wacht. Kijk, jullie hebben het ding nog niet gezien. Kijk, dit is hem. Ik kan wel één keer schieten op een agent. Ik word gewoon neergesniped. Dit is niet de bedoeling, jongens. Gaan de mensen die lukken, dan steken we iemand neer. Kijk. Geef mij een mes nu. Geef mij een mes. Dankjewel voor de mes. Uh-oh. Je zit er vast. Hoe dan? Oh, nee, dit is niet de bedoeling. Dankjewel voor het mes. En dan gaan we alles pakken. Jongens, jullie zagen het. Ik was gewoon... Op een of andere manier was ik gewoon in één keer neergesnijd. Want volgens mij, als ik heel goed kijk... Ja, is er één deze die heeft me neergeknald. Maar die deze hier krijgt gewoon een keer. Gaan we even kijken met de BMW. Ik weet niet wat die BMW eruit ziet. Oh, wat een stinkding. Die gaan we niet pakken, jongens. Die is lelijk. Misschien velen van jullie vinden die wel mooi. Ik heb ook nog die, maar door deze, de Bentley, ga ik pakken.
naar console. Oké, en dan gaan we rijden. Ik denk dat hij niet gepakt is. Want ik was echt om hem uit te stappen, maar dat moest ik niet doen. Helemaal pinken nergens. Ik hoop dat hij mijn dingen nog heeft, dat ik hem daar kan pakken. Dat hoop ik. Dat kan niet. Helaas, ik vind dat niet. Nu snel. Instappen. En gaan. Hier is ergens Daisy. Wat ik hem maar weg afzetten. Maar ik moet het toch langs. Ik moet van die collega door. Ja, dat was schadevergoeding. Gelijk aan mijn ben ik. Schadevergoeding. Moest je hebben gezien, ik heb één iemand heb ik. Ik zei, hij zei dat ik weg moest wezen. Ik heb mensen op de keel gezet en toen kwam een. Hij ging liep weg en toen kwam een kamer en die heb ik gewoon neergestoken en dat boeit mij gewoon geen poep nu. Eigen schuld, dikke bult, moest je maar geen wapen recht op mij. Volgende keer is die dood met mijn AK. Het is gewoon zeg maar een fight tussen mij en de politie. Maar ik denk dat ik bij deze de video ga afsluiten. Ik vond het wel een beetje goed geweest. Dan ga ik even netjes parkeren en dan ga ik de video voor jullie vandaag afsluiten. Vond je de video nou leuk? Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En ik wens jullie nog een fijne dag. Later!